Wat een dag hebben we gehad, zeg. Het was een eer om AI-dagvoorzitter te zijn op dit NIMA-congres. En ik ben heel blij dat we zoveel inzichten hebben kunnen delen over AI en de toekomst daarvan binnen onze organisaties. We begonnen de dag met een inspirerende opening door Rob Overduin, onze voorzitter van NIMA. Rob benadrukte hoe belangrijk samenwerking is tussen marketeers en onderzoekers. En hij riep ons op om goed na te denken over de ethische kant van AI. Hij zette de toon door te zeggen dat AI niet alleen een hype is, maar echt een technologie die ons vakgebied structureel en duurzaam gaat veranderen. Daarna volgde Jeroen de Bakker, die ons een helder overzicht gaf van wat we kunnen verwachten van de opkomst van AI. Jeroen benadrukte dat AI niet alleen een technische vooruitgang is, maar echt een totale verandering in hoe we zaken doen. Hij had het ook over transparantie en ethiek en gaf ons praktische tips om AI succesvol te implementeren in onze bedrijven. Wat ik heel interessant vond, was zijn analogie met Warren Buffett's moats. Hij legde uit dat AI bestaande digitale voorsprongen versnelt, waardoor bedrijven die hun digitalisering op orde hebben, alleen maar sneller zullen groeien. Vervolgens nam Arne Mosselman van Enigma het stokje over. Arne benadrukte dat AI-innovatie het beste gedijt wanneer het van binnenuit komt, door medewerkers zelf te laten experimenteren met AI-tools. Hij spoorde organisaties aan om een cultuur van vertrouwen en experimenteren te creëren, waarbij medewerkers zich vrij voelen om AI in hun dagelijkse taken te integreren. Dit zou leiden tot efficiënter en creatiever werken en grotere innovaties dan bij een top-down benadering. Arne benadrukte dat de snelheid van AI-ontwikkeling ons vaak verrast en dat bedrijven deze technologische vooruitgang moeten omarmen door hun teams de ruimte en middelen te geven om met AI te experimenteren. Na de break hadden we Susan van Genen, die ons inspireerde met haar presentatie over het bouwen van winnende teams met behulp van AI. In haar toespraak benadrukte Susan dat sportorganisaties ons waardevolle lessen kunnen leren over het gebruik van AI en data-analyse. Ze illustreerde hoe AI in sport, beginnend met eenvoudige spelersanalyses, heeft geleid tot geavanceerde technologieën, zoals geautomatiseerde camera's en prestatieanalyses. Bedrijven kunnen deze technieken toepassen om hun prestaties te verbeteren en high-performance teams te creëren. Martin van Kranenburg benadrukte de kracht van de gouden driehoek: neuromarketing, copywriting en ChatGPT. Door fundamentele marketingprincipes van Cialdini te combineren met AI-tools zoals ChatGPT, kunnen marketeers effectieve en converterende teksten creëren. Hij benadrukte dat de AI slechts zo goed is als de input die het krijgt, waardoor een diepgaand begrip van marketing en psychologische principes essentieel is om de technologie optimaal te benutten. Martin liet zien hoe gemakkelijk het is om GPT's te maken die leiden tot maximale marketing impact. Mark van Eck benadrukte de dubbele rol van AI als vriend en vijand voor marketingdienstverleners. Hij moedigde reclame- en mediabureaus aan om AI te omarmen als een krachtig hulpmiddel voor efficiëntie en creativiteit. AI kan helpen de vaak lage winstmarges in de creatieve sector te verhogen door middel van intelligente creativiteit en snelle, nauwkeurige analyses. Mark voorspelde dat de integratie van AI kan leiden tot een toekomst waarin de marketingindustrie zowel gelukkig als winstgevend is. Ik wil alle sprekers hartelijk bedanken voor hun waardevolle bijdrage en jullie, het publiek, voor jullie actieve deelname en enthousiasme. Samen hebben we echt een stap gezet in de toekomst van AI binnen onze bedrijven. Dank jullie wel.